Goedemorgen iedereen, het is echt super vroeg. Ik kon net niet meer slapen, ik was echt om 5 uur of zo wakker. En het is nu 6:30. En ik heb vandaag een boekpresentatie, ik ben super zenuwachtig. Dus ik ga jullie gewoon meenemen in het proces. Ik ga zo even mijn haar wassen, want ik heb een nachtconditioner in gedaan. En ik ga ook nog even een maskervideo opnemen. Dus ik ga het nu even doen en dan zie ik jullie zo wel weer. Doei! Ik heb nu een maskertje op social kan zien. En oh, ik stik van de absences. Dit wordt nog wat. Mijn ontbijt. Couscous salade van gisteren zelfgemaakt. Als jullie een keer een kookvideo willen zien, moet je het even in de comments zetten. Want dat vind ik wel leuk om te doen. Thee. Ik heb concentratie thee van Pickwick. En water. Mijn dingetje om theezakje op te leggen. En hier staan spullen voor dadelijk. En daar ligt mijn telefoon en papa's een check. Ik zit een beetje nat te shaken. En het gaat nog steeds niet zo goed met mijn absence en zo. Dus ja, dit is mijn ontbijt. Ik ga even eten, misschien dat er helpt. Oh ja, en hier liggen mijn pillen. Oké, ik heb mijn haren gewassen. Mijn nagels gelakt zijn rood. Ik heb even mijn jurk aangetrokken. En ik heb nu alles klaar zitten om op te maken. Ik herken dit gevoel, weet je, toen ik naar de Dutch YouTube Gathering ging, toen had ik dit gevoel ook. En toen ik de eerste keer de YouTube meeting in Breda had, vond ik hem helemaal om voor 8 uur zo te stressen. En gewoon nog wel veel te vroeg te stressen en dan, ja. Ik heb gekozen voor rode nagellak, misschien ga ik ook rode schoenen aan doen. Ik wil nog ketting om doen, maar ik moet daar ook nog een eind filmen voor mijn maskervideo. Dus dat ga ik nu eerst doen en dan ga ik opmaken. Ik ga hem opmaken. Ik gebruik de Oshade Basis Essence. Ik ga dit Kiko paletje gebruiken. Mijn nieuwe Kiko blush. Poeder. Geen foundation. En ik weet nu niet wat ik op mijn lippen doe. Bijna. Ik was vereerd toen Elina mij vroeg of ik dit zo'n beetje wilde presenteren en dat het een beetje in elkaar loopt. Want we gaan het samen doen, Elina. Ik ga het niet alleen doen. Elina doet natuurlijk ook heel veel, ze kan niet alles alleen. Ik ga in ieder geval een beetje vertellen over, jullie kennen Elina allemaal heel goed, maar hoe Elina bij de gedichtenbundel gekomen is, heeft een reden. Jij schrijft al heel lang eigenlijk, al van kinds af aan. En schrijven is eigenlijk een manier om je emotie naar buiten te brengen. En dus, dat kan Eline op een hele mooie manier. En op een manier die mensen raakt eigenlijk. En toen je erachter kwam dat er zo was, en mensen tegen jou gingen zeggen van nou Eline, je kan het zo goed. Dan moet je iets mee gaan doen, toen ben je na gaan denken. Daarnaast heb je natuurlijk nog heel veel andere hobby's. Hè? Je fotografeert en je doet van alles. En je hebt beauty blogs op YouTube en van alles wat je leuk vindt, dus heel creatief. En toen heb je toch besloten om de knoop door te hakken en ben je op zoek gegaan naar iets of iemand.
kon uitgeven. Dat is gelukt, die zoektocht. En die heb je gevonden hè, bij bol.com. Zo doende is het gekomen. Iets anders voor een deurendeel, maar daar kom ik straks nog op. Maar ja, het is een heel mooi boekje en ik heb het allemaal gelezen, maar er staan echt een aantal supermooie gedichten. En er komt nog iemand aan als een boekje. Zal ik heel even wachten nog? Zeker wat. Ik moet zeggen, ja,
dat je zenuwachtig bent. Nee. Ik vind dat jij zegt, want ik vind het toch moeilijk om het allemaal voor te lezen. Ondanks dat het Pinkster is en toch een zondag. Ik wil ook mijn ouders bedanken voor het eigenlijk het compleet maken van een bundel. Want ze hebben altijd achter me gestaan en ook veel van mij gelezen. En mama heeft me ook geholpen met het aanpassingen van het eerste proefexemplaar naar hoe het nu geworden is. Want over de kleine foutjes kan je gewoon eens heen lezen. Ook wil ik me voor mijn familie bedanken, die altijd achter me hebben gestaan ook. En die me heel erg gemotiveerd hebben om tot zo'n groot proces te laten worden. Ik zeg alleen maar van jaag je dromen achterna, want je ziet wel ervan kan komen. Dankjewel. Zes en we hebben al gegeten en zo. Mijn tante en mijn oma die waren nog eventjes hierheen gekomen. En ik heb me ondertussen alweer twee keer omgekleed. En het is zo warm buiten. Echt lekker weer. De presentatie ging echt super goed. Ik weet niet wat er allemaal is gefilmd. Want ik heb zelf eigenlijk alleen maar vooraf dus gefilmd toen ik net wakker was. Ik heb niet meer in de auto zo gefilmd dat ik zo zenuwachtig was. En ik dacht, die camera hou ik nooit vast. En ik was gewoon heel erg zenuwachtig. Maar alles ging echt super goed. Ik kreeg net ook allemaal lieve berichtjes van mijn tante. Van... mijn nichtjes. Echt. Ik kan het eigenlijk steeds niet bevatten dat daar gewoon al die mensen zijn voor mij gekomen. En het zijn wel allemaal bekenden. Maar het waren zoveel mensen. En het boek verkopen zelf ging ook echt super goed. En we hebben echt super veel mensen. Echt gewoon meer dan 20 mensen. Nou oké, 20 mensen denk ik. Want sommigen hebben mijn boek 2 keer gekocht. Ook om een cadeau te doen of zo. Die hebben dadelijk gewoon... Die hebben nou mijn boek. Die hebben mij nou gewoon thuis. Die hebben gewoon mijn boek. Dat is raar. En er zijn al reserveringen, want we hadden te weinig op voorraad om te signeren. En wow, ik kan het echt niet bevatten. En ja, ik stond er echt en ik had al iets voorbereid en zo. Maar op een gegeven moment, ik had ook een PowerPoint gemaakt. En op een gegeven moment toen stond ik daar en toen maakte ik een heel verhaal. En ik dacht echt, waar haal ik het van vandaan? Want ik kan het ook niet nog een keer overdoen of zo. Om het precies te verwoorden zoals ik toen deed. En mijn tante stuurde net al een heel lief berichtje via WhatsApp van super goed dat je het allemaal gedaan hebt voor zo'n groot publiek spreken zonder te stotteren en zo. Terwijl ik echt het gevoel dat ik daar helemaal stond te shaken. En iedereen zei van, oh, ik kon helemaal niet merken dat je zenuwachtig was. Dus ik heb echt zoiets van... En ik had hakken, dus ik stond echt van... duikvallen komen of zo. Ik zat helemaal aan het gevoel dat ik echt... Ik stond echt te knikken op mijn knieën. En, maar ja, het ging allemaal echt super goed. En ja, echt hele lieve reacties van mensen. En er waren zelfs mensen gekomen die ik eigenlijk niet kende. Of niet echt goed kende. En ja, ik vond het super lief. Mijn tante en oom uit Lochem, die waren gekomen. Want die heb ik, die zien ze eigenlijk niet zo vaak. En nu zijn ze vrij snel achter elkaar alweer hier. Zo, dus ze zijn echt nu super vaak hier aan het komen. En dat vind ik echt super leuk. En ja... Het doet mij wel gewoon goed dat mensen dan... Kijk, hun komen dus van ver weg. En die komen speciaal voor mij. Komen ze hierheen. En natuurlijk ook wel voor oma en zo. Maar ja, het is toch gewoon echt goed. En ja, ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Ik weet zelf dus niet wat er voor beeldmateriaal aan vast zit. En dat zal ik snel gaan zien als ik daar als op de computer ga zetten. En ik ben zo... Het is weer zo vermoeiend. En ik zit nog een beetje vol met emotie. Maar het is wel allemaal... Ik heb het over me heen laten komen, maar ik... En het is gewoon... Het gaat goed. Maar ik kan het gewoon echt niet bevatten. Ik bedoel... Al die mensen... Het waren echt super veel mensen. Die de vlog leuk vonden.
Ik weet niet hoeveel materiaal er is, dus ik weet ook niet of er foto's bij gegooid worden, want ja. Ik kan het helaas niet overnieuw doen, dus de vlog zou zo zijn zoals die is. Misschien duurt hij maar 5 minuten. En misschien duurt hij wel langer. Ik ga voor nu afsluiten en ik wil toch even jullie bedanken voor het kijken van deze vlog. En de link van mijn boek zou natuurlijk hier in de beschrijving te vinden zijn. En ja, Peggy, als je deze video ziet, echt super bedankt voor het helpen van mijn presentatie. Echt 1000 maal dank. En ja, ik ben maar redder geweest. Had ik het alleen had moeten doen, nou, dat was echt niet gelukt. Dus ik zeg bedankt voor het kijken jullie jongens. En doei!